als onze verkenners op een hindernis stuiten, dan brengen ze deze in kaart. Dan bekijken ze wat er nodig is om deze te overbruggen. Dan is het mogelijk dat de brug naar een tank wordt ingezet. Deze kunnen we gebruiken voor overspanningen van 11 tot 20 meter te overbruggen. En indien nodig maken wij gebruik van extra hulpmiddelen, zoals bijvoorbeeld een genietank, om wat oeververbetering toe te passen. Hier in Noorwegen het is het heel bijzonder voor ons om hier te oefenen. Het terrein biedt toch hele andere mogelijkheden en veel meer uitdagingen dan we normaal in Nederland tegenkomen. Vooral de ondergrond en het omgaan met rotsachtige bodem, dan wel zeer moerassig terrein. Maak je dingen mee die je eigenlijk niet bijna nooit meemaakt. En het is zeker een uitdaging voor de manschappen die het moeten doen. En qua planning komt er ook nog wat nodig bij. Op het moment dat onze eenheden de brug gepasseerd zijn, dan pakt onze bruggenleg en tank de brug weer op en hij kan de eenheden weer volgen en eventueel bij een volgende hindernis weer zijn brug lanceren.